En de starters vallen. Bliksem start in het midden van de baan van het nummer 3. Lucky Charlie met Michel Rotergatter. En ook Kees Kamera snel weg met zijn UMEC Paslo. Lucky Charlie lijkt de kop te gaan pakken voor Ozak Vivantes. Uh, Umek Paslo aan de buitenkant. En ook Capitano is uh, goed vertrokken met Robin Bakker. Hij ligt op dit moment uh, vierde paard buitenkant voor GC El Salvador de Rocks. Ronin, uh, Kitana, Vlieneburgerijden. En daarachter ook uh, Jade Beukenswijk en in Inflation. Strijd om de kop gaat voort. En uh, Kees Kammer gaat druk door met zijn Umek Paslo. En die mag de kop op dit moment overnemen van Michel Rotegatter met zijn Lucky Charlie. Waardoor Capitano nu als eerste paard buitenkant komt met uh, Robin Bakker. En we gaan zien uh, wat hij straks gaat doen naar een eerste tussentijd van 1-10. Ach, en dan gaat er aan de voorkant een rocade plaatsvinden. Want Michel Rodegatter en Kees Kammergaan gaan weer een stuivertje wisselen. Lucky Charlie neemt het commando voor Unmec uh, Paslo met erachter Een goede start gekend van Ozak Vivantis. Aan de buitenkant Capitano met Rachter. GCD El Salvador Rocks. Ronin is inmiddels in de tweede spoor gegaan met Agaposthemus. En op zijn rug volgt uh, Kitana die een mooie doorslag heeft gekend voor Velineburgerijden. Aan de binnenkant Jade Buikenswijk. En laatste paard ligt op het moment Inflation. Aan de kop is Michel Rotegatter met Lucky Charlie, nek aan nek met Capitano, uw favoriet, aan iets meer dan 2 euro. En de tweede tussentijd is 1-17-1. De eerste kilometer gaat 1.14 rond en Capitano gaat overnemen met Robin Bakker. Capitano neemt het initiatief voor Lucky Charlie. en aangepast trekt wat met zijn Ronin om hem in een extra versnelling te brengen. Ubek Paslo ligt nu derde paard straks binnenkant. Maar vooraan rijdt Capitano niet hard genoeg om het commando over te nemen van Lucky Charlie. Robert Bakker op dit moment in gesprek en sport zijn paard aan voor meer. Hij wil doordrukken met Capitano, maar Michel Rodegatter wil ook gewoon zijn tempo doorrijden met Lucky Charlie. Ze gaan nog steeds nek aan nek aan de buitenkant zitten, Ronin nog steeds goed, Umek Paslo heeft nog wel wat in handen en dat geldt ook voor Kitana in het achterveld de galopade van Ja de Beukenswijk. Inflation is nu het eerste paard dat uh, drie naar voren acht, gaat met een uh, tussentijd van 1.138. En Michel Rotogat. Hij heeft ook nog wel wat in handen met zijn uh, Lucky Charlie. Dat vandaag uh, voor het eerst zonder voorreizers gaat. En dat gaan we nu zien of hij dan nog een derde versnelling heeft. Uh, Dion Tesla gaat op het moment uh, naar het derde spoor uh, voor. Feline Burger rijdt eruit met zijn Kitana. En Capitano, dat is wel een paard met vermogen. Die zou nog ook door kunnen drukken voor, tegen Lucky Charlie. Lucky Charlie gaat met een paar de paarden als eerste de laatste bocht inbrengen. Maar Capitano die neemt nu over. Kees Kammerga heeft naar het tweede spoor kunnen brengen. En die lijkt ook nog veel te hebben. Met Ronin aan de buitenkant. Kitana en ook Verliende Burgerijden. Maar Robin Bakker gaat hij dan zijn tweede overwinning scoren met Capitano. Het heeft er al alle schijn van met de laatste tussentijd van 14-5. Maar hij moet nog wel aan het werk. Buitenom Verliende Burgerijden. Tussendoor Ronin. Aan de door gaat Umec Paslo. Maar Capitano heeft het uh, gewonnen. Hij wint hier in een voorlopige eindtijd van 14-1. Met zoals het close voor de tweede plaats. Tussen Verliende Burgerijden aan de buitenkant en Umec Paslo aan de binnenkant.